Hoi! Vandaag ga ik je laten zien hoe je deze Candy Twist armband kunt maken. En candy is Engels voor snoep. En ja, ik vind het gewoon heel erg op snoepjes lijken. En ik krijg er helemaal honger van. Dus als jij er ook honger van krijgt, ik bedoel, als jij het ook leuk vindt, blijf dan vooral kijken. Vergeet ook niet een duimpje omhoog te doen als je meer Rainbow Loom tutorials wilt zien. En laten we meteen beginnen! Zo ziet de armband eruit van dichtbij. Ik ben er in ieder geval ontzettend enthousiast over en ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. En ik ga je natuurlijk laten zien hoe je deze armband in deze kleuren kunt maken, maar je mag ook je eigen kleuren gebruiken. En hiervoor heb je nodig een rainbow loom, een haak, een C of S clipje, 46 zwarte elastiekjes en 12 rijen met elastiekjes in 3 verschillende kleuren. En ik heb hier de kleuren van de regenboog. Zet de video even op pauze en kijk welke kleuren ik gebruik. Maar je kunt natuurlijk ook je eigen kleuren gebruiken. En je kunt ook 3 dezelfde kleuren gebruiken als je dat leuk vindt. Pak je eerst een zwarte elastiekje erbij en we beginnen met loomen op de linkerrij. Zorg ervoor dat de openingen van de pinnetjes van je afstaan en we beginnen op het onderste pinnetje van de middelste rij. Doe daar je elastiekje omheen en rek hem uit naar het onderste pinnetje van de linkerrij zoals je hier ziet. En pak dan je volgende zwarte elastiekje erbij en je begint op het pinnetje waar je net bent geëindigd en je rekt hem uit naar het pinnetje direct erboven. En dat doe je weer met het volgende elastiekje. Je begint op het pinnetje waar je net bent geëindigd en je rekt hem uit over het pinnetje erboven. En zo ga je door tot aan het ene laatste pinnetje van je rij. En ik neem aan dat je nu wel weet wat je moet doen. Dus ik ga de video even doorspoelen. Zet de video gewoon op pauze en als je op het ene laatste pinnetje bent aangekomen, dan speel je de video weer af. We zijn nu bij het ene laatste pinnetje aangekomen. En we slaan het allerlaatste pinnetje over op deze rij. En in plaats daarvan gaan we naar het laatste pinnetje op de middelste rij. Dus doe je elastiekje op het pinnetje waar je net bent geëindigd en rek hem uit naar het laatste pinnetje van de middelste rij. Zo, nu zijn we klaar met de linker rij. Ik zoom even uit en dan laat ik je zien hoe het eruit ziet. En dan gaan we precies hetzelfde doen, maar dan aan de rechter rij. Dus pak weer een zwart elastiekje erbij en je begint op het onderste pinnetje van de middelste rij. En dan rek je je elastiekje uit naar het onderste pinnetje van de rechter rij. En daarna voeg je weer een elastiekje toe en je begint op het pinnetje waar je net bent geëindigd en je rekt hem uit direct naar boven. En zo ga je door tot aan het einde van de rij en sla dus wel het laatste pinnetje over. Hier zijn we dus weer op het ene laatste pinnetje aangekomen. We slaan het allerlaatste pinnetje over en in plaats daarvan gaan we naar het laatste pinnetje op de middelste rij. Zoals je hier kunt zien. En dan is de buitenkant van je armband af. En wat we nu willen doen is we gaan een dopjes elastiekje toevoegen. Dus pak een zwart elastiekje en duw hem om 2 vingers heen. Dan rek je het elastiekje uit, draai het in een 8-vorm en dan vouw je hem weer terug dubbel over je vingers heen. Dus nu heb je een dubbel gevouwen elastiekje. En deze haal je van je vingers af en die doe je op het laatste pinnetje van de middelste rij. Zoals je hier kunt zien. En als je hiermee klaar bent, dan wil je alle elastiekjes even naar beneden drukken. Omdat het gewoon makkelijker is om zometeen de rest van de armband toe te voegen. Dan duw je je loom opzij en je pakt je haak erbij. En je eerste kleuren elastiekje. En je wilt je haak 4 keer door het elastiekje heen stoppen. Dus je doet het hier 1 keer. Daarna zet ik mijn vinger erop. Zo. En dan ga ik hem nog 3 keer door het midden van het elastiekje heen doen. Dus dit is 1. En dan 2. Zoals je kunt zien wijs ik hier aan dat de haak door het midden van het elastiekje heen moet. En dan doe ik dan nog een keertje. 3. Plus de eerste keer dat je elastiekje om je haak doet is 4. Dus in totaal hebben we dit 4 keer gedaan. Daarna doe je tweede kleur om je haak heen. Dus dat is eigenlijk al 1. Rek je elastiekje uit, dat is makkelijker. En daarna doe je haak er nog een keertje doorheen. 2. 3. En 4. En dan laat je elastiekje los. En dan pak je je volgende kleur erbij. Nogmaals, je doet je haak door het elastiekje. En dat telt al als 1. En daarna nog 3 keer doe je haak door het midden van het elastiekje heen. En dan heb je hem er in totaal 4 keer op gedaan. Nou, als deze 3 kraaltjes of snoepjes op je haak zitten, dan pak je je volgende zwarte elastiekje erbij en die zet je op het haak. Op de haak bedoel ik. En dan doe je een vinger er doorheen en je rekt hem uit naar beneden.
En dan wil je deze kraaltjes op het zwarte elastiekje zetten. En dat is heel makkelijk. Je pakt gewoon één elastiekje vast, je rekt hem uit over de haak heen. En dan valt hij automatisch op het zwarte elastiekje. Zo, het is wel even priegelwerk, maar ik vind het het waard. Want ja, je hebt aan het begin de armband al gezien en hij is gewoon ontzettend gaaf. En ik neem aan dat als je dit gedeelte van de video aan het kijken bent, dat je dan zeker wel geïnteresseerd bent in het maken van de armband. Dus ik zeg het je, het is het waard. Maar dit moet je in totaal dus 12 keer doen. Dus ik zou zeggen, wen er maar vast aan. En als je daarmee klaar bent met de 3 kleuren op 1 elastiekje, dan pak je je loom er weer terug bij. En je wilt nu dit zwarte elastiekje met de kleuren erop op je loom zetten. En je doet hem op de eerste pinnetjes van de linker en rechter rij. En ik wijs ze daar aan. En dan pak je dus je elastiekje vast. Rek de zijkanten uit. En je doet 1 kant om de linkerkant, het eerste pinnetje van de linkerrij. En de andere kant doe je om het eerste pinnetje van de rechterrij. Zo. En nou, dat zit hierop. En dan ga je door met de volgende. Dus je pakt je haak er weer bij en je volgende kleur. En nogmaals, je doet je haak 4 keer door het kleuren elastiekje heen. Vergeet niet de eerste keer dat je je haken door het elastiekje heen duwt, dat ook mee te tellen. Dat telt al als 1. Nou, nu pak ik weer de volgende kleur erbij. Dat is 1. En dan doe ik hem er nog 3 keer door het midden van het elastiekje heen. En dan doe ik nummer 3. Dit kan in principe wel sneller, maar ik laat het nu even langzaam zien voor de video. Dus het gaat ietsje sneller als je het zelf doet. En als je het ook door hebt hoe het moet precies. Nou, als je alle 3 de elastiekjes erop hebt, dan pak je weer een zwart elastiekje erbij. En die doe je in het haakgedeelte van je haak, want daar is je haak ook voor. En je doet dan een vinger in het elastiekje en je rekt hem uit naar beneden, zodat het wat makkelijker is. En dan trek je alle kleuren elastiekjes over de haak heen op het zwarte elastiekje. En als je daarmee klaar bent, dan pak je je loom er weer bij en dan gaan we weer toevoegen aan de loom. En het is heel makkelijk. In plaats van de eerste pinnetjes op de linkerrij en de rechterrij, doe je nu dit elastiekje op de 2e pinnetjes van de linker en rechterrij. Zoals ik het hier aanwijs. Dus 1 kant doe je op het 2e pinnetje van de linkerrij. En die andere kant doe je op het 2e pinnetje van de rechterrij. En je wil hier wel voorzichtig mee doen, want het is heel makkelijk om deze elastiekjes van je haak af te laten schieten of van je vinger af te laten schieten. En dan mag je het weer opnieuw doen. En dat is gewoon irritant. Het is niet het einde van de wereld hoor, daar niet van. Maar je wil gewoon niet dat het gebeurt. Dus doe gewoon voorzichtig. En dan moet het goed komen. Dus ik laat dit nog 1 keertje langzaam zien. En daarna ga ik de video versnellen. En zoals ik in elke video zeg, zet de video op pauze. Want ik neem aan dat je nu wel weet hoe je dit moet doen. Dit moet je in principe uit je hoofd kunnen, want het is echt niet moeilijk om te onthouden. Maar stel nou, je wil nog wel eventjes zeker weten dat je het goed doet. Dan spoel je de video gewoon even terug en je kijkt de uitleg opnieuw. Dat is helemaal niet erg. Dus zet de video op pauze. Maak het helemaal af tot aan het einde van je loom. Ik laat zo meteen in de video nog wel precies zien tot waar je het af moet maken. Dus dat is niet erg, wees niet bang, dat krijg je nog te zien. En als je daarmee klaar bent, dan speel je de video gewoon weer af. En dan ben je klaar voor de volgende stap. En dan ga ik je laten zien wat de volgende stap is. En hier voeg ik de kleuren elastiekjes toe aan het zwarte elastiekje, zoals ik net heb uitgelegd. En ik versnel dit stukje even, omdat het gewoon zoveel priegelwerk is. Dan wordt de video weer veel te lang. Maar nu zitten ze erop, dus ik pak de loom er weer bij. En nu doe ik dit elastiekje om de 3e pinnetjes van de linker en rechter rij. Dus 1 kant doe ik om het 3e pinnetje van de linkerrij en de andere kant om het 3e pinnetje van de rechterrij. En de volgende gaat op de 4e pinnetjes van de linker en rechterrij. En die daarna weer op de 5e pinnetjes van de linker en rechterrij. Enzovoorts. En zo ga je door tot aan de ene laatste pinnetjes van de linker en rechterrij. Ik laat het hier zien tot deze 2 pinnetjes. Dus nu ga ik het versneld laten zien. Zet de video op pauze en speel weer af als je klaar bent voor de volgende stap.
Als je hiermee klaar bent, dan vind ik het fijn om alles even netjes te maken. Dus ik pak de gekleurde elastiekjes en die duw ik gewoon naar het midden, zodat het gewoon, zodat het er even uitziet. En zo ziet je armbandje er uiteindelijk wat netter uit. En als je daarmee klaar bent, dan draai je de loom terug om, zodat de openingen van de pinnetjes naar je toe staan. En dan beginnen we met haken, dus pak je haak erbij. En we beginnen op het onderste pinnetje van de middelste rij. En wat je dus wilt doen, is je stopt je haak in het midden van dit pinnetje. Dus in het midden van alle elastiekjes. En we willen het elastiekje vastpakken dat aan het linkerpinnetje vastzit. Maar druk daarvoor wel de elastiekjes uit de weg. Dus pak hem niet vanuit de buitenkant vast, maar juist vanuit de binnenkant. Dus hier pak ik het elastiekje dat aan de linkerpin vastzit. En ik haal hem omhoog. En dan haak ik hem vast aan het pinnetje links ervan. En dan gaan we vanaf dit pinnetje helemaal naar boven haken. Dus stop je haak in dit pinnetje. En je wilt het elastiekje vastpakken dat aan het volgende pinnetje vastzit. Dus druk alle elastiekjes opzij. Pak het elastiekje vast dat aan het volgende pinnetje vastzit. Haal hem omhoog. En haak hem over het volgende pinnetje heen. En als je dat hebt gedaan, dan gaan we het volgende elastiekje vastpakken. Dus stop je haak in het midden van alle elastiekjes, in het midden van het pinnetje. Pak je elastiekje dat aan dat pinnetje vastzit, haal hem omhoog en haak hem over het volgende pinnetje heen. En nogmaals, het is heel erg belangrijk dat je haak in het midden van alle elastiekjes stopt. Want als je dat niet doet, dan valt je middelste rij eruit. En dat willen we natuurlijk niet. En als je hier bij het laatste pinnetje bent aangekomen, vergeet hem dan niet af te maken door naar het laatste pinnetje van de middelste rij te loomen. Dus stop je haak in het laatste pinnetje van de linker rij, pak het elastiekje vast dat aan het pinnetje op de middelste rij vastzit en dan haak je hem daar overheen. En als alles goed is gegaan, dan ziet je loom er nu zo uit. Dus we hebben net de linker rij gehaakt en we gaan nu ook de rechter rij haken. Dan doe je gewoon precies hetzelfde als de linker rij. Maar ik laat het toch nog eventjes langzaam zien van dichtbij. Dus stop je haak in het midden van het onderste pinnetje van de middelste rij. Duw alle elastiekjes opzij en pak het elastiekje vast dat aan het rechter pinnetje vastzit. En die haal je over dat pinnetje heen. En daarna doe je haak in dat pinnetje. En dan duw je alle elastiekjes weer opzij, behalve het elastiekje dat aan het volgende pinnetje vastzit. Dus pak die vast met je haak en je haalt hem omhoog. Over het pinnetje heen. En je haakt hem aan het volgende pinnetje vast. En dan doe je weer je haak in dat pinnetje. Duw de elastiekjes opzij. Pak het elastiekje vast dat aan het volgende pinnetje vastzit. Haal hem eruit. En over het volgende pinnetje heen. En zo ga je door tot aan het einde van de rij. Nogmaals, vergeet hem niet af te maken door naar het laatste pinnetje van de middelste rij te loomen. Dus ik laat het hier nog even langzaam zien, gewoon om zeker te weten dat je dit niet vergeet. En als je daarmee klaar bent, pak dan een zwart elastiekje erbij en pak je haak erbij. En die stop je in het midden van het laatste pinnetje van de middelste rij. Helemaal er doorheen, zodat hij er aan de onderkant weer uitkomt. En dan doe je het zwart elastiekje op je haak. En dan rek je dat elastiekje door het midden van al deze elastiekjes heen. Maar dan halverwege. En als je dat hebt gedaan, dan doe je haak weer terug door de andere kant van het elastiekje heen. Zet hem op het dikke stuk van je haak. En dan zijn we er nu klaar voor om deze armband van je loom af te trekken. Dus ik laat het hier even langzaam zien. En trek hem gewoon rustig van je pinnetjes af. Ik wil er wel even bij zeggen dat als je armband uit elkaar valt, dat je dan een foutje hebt gemaakt tijdens het haken. Dus als dat zo gebeurt, ja, dan is dat jammer, maar dan zul je toch overnieuw moeten beginnen. En zo ziet je armband er nu uit. En zoals je kunt zien is hij nog niet helemaal netjes, dus je kunt er een beetje aan friemelen totdat hij er gewoon helemaal perfect uitziet. En je kan hem aan allebei de kanten dragen, want hij ziet er precies hetzelfde uit aan beide kanten. En ja, hij is helaas nog wel te kort om op je pols te doen. Dus we moeten er een verlenging voor maken, maar dat is niet zo heel moeilijk. Dus ik ga het je laten zien. Pak je loom erbij
de ruim weer terug om, zodat de openingen van de pinnetjes van je afstaan. En pak een zwart elastiekje erbij. En duw hem om een pinnetje heen en rek hem uit naar een pinnetje direct erboven. En het maakt niet uit op welk pinnetje je doet. Maar ik gebruik hier het eerste pinnetje van de rechterrij. En pak je volgende zwarte elastiekje erbij. Begin op het pinnetje waar je net bent geëindigd en rek hem uit naar het pinnetje direct erboven. En dat doe je met je derde. En in totaal gebruik ik 6 elastiekjes. Maar gebruik meer elastiekjes als je je armband langer wilt. En minder elastiekjes als je armband niet zo lang wilt. En pak nu je armband erbij. En het elastiekje dat om je haak zit, wil je op het allerlaatste pinnetje doen. Wat je hebt gebruikt. Dus het laatste pinnetje waar een elastiekje op zit. En hier doe ik hem er heel voorzichtig overheen. Zo, en nu zit je armband hieraan vast. En dan draaien we de loom om. En dan gaan we hem haken, zodat hij zo niet uit elkaar gaat vallen. Dus doe je haak in het onderste pinnetje. Druk dan de elastiekjes van je armband opzij. Zorg wel dat je haak er binnenin zit. En dan pak je het elastiekje vast dat aan de volgende pin vast zit. Die haal je omhoog. En haak hem over het volgende pinnetje heen. En dan, nu doe je het binnenin deze elastiekjes. Je pakt het elastiekje vast dat aan het volgende pinnetje vast zit. Haal hem omhoog en haak hem over dat pinnetje heen. En dat doe je dan ook met de rest van de verlenging. En wat ik persoonlijk fijn vind, is dat ik het laatste elastiekje uitrek naar een pinnetje ernaast. Het maakt niet uit welk pinnetje. En de reden hiervoor is dat het gewoon makkelijker is om je C of je S-clipje hierop te doen. En het maakt niet uit of je een C of een S-clipje gebruikt, als je er maar eentje hebt. En nu is het veilig om de verlenging van je loom af te halen. En dan ziet je armband er zo uit. En wat je nu wilt doen, is je wilt je ene kant van de armband vastzetten aan de andere kant van de armband. Dus ik pak de andere kant van de armband vast en ik rek dat elastiekje uit, omdat het gewoon makkelijker is om vervolgens je C of je S-clipje hieraan toe te voegen. En dan druk je de opening van je clipje op het zwarte elastiekje en dan zit hij vast. Nou, zo ziet de armband er nu dus uit. Nogmaals, je kan hem aan beide kanten dragen, wat je zelf fijn vindt, maakt eigenlijk helemaal niet uit. En je kan hem natuurlijk ook weer wat netter maken. Eigenlijk vind ik het wel leuk dat hij niet helemaal perfect netjes is. En ik raad je wel aan je armband niet op te eten, hoe lekker die er ook uitziet. dat lijkt me niet erg slim. Ook niet, helemaal niet veilig, dus doe dat niet, oké? Niet je armband opeten. Als je deze tutorial goed hebt kunnen volgen, vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen, want dat helpt me heel erg. En zo kunnen andere mensen deze tutorial ook vinden. En vergeet ook niet te abonneren als je meer video's van mij wilt zien, want dan krijg je een notificatie wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En ja, dan zie ik je in de volgende video. Doeg!